Op zaterdag 24 juni vond weer de jaarlijkse Merseloop plaats. Dit jaar voor de 8e keer. Waarom doe je mee met de Merseloop? Omdat ik het gewoon heel leuk vind en het is georganiseerd door ATV. Oké, en jij zit bij ATV. Kan je daar wat meer over vertellen? Wil je verder gaan in de atletiek? Ja, ik wil zeker verder gaan in de atletiek. En ja. Wat vond je van de Merseloop? Ik vond het heel leuk. Ja. Zou je volgend jaar weer mee willen doen en waarom? Ja, zeker, want ik ben dit keer ook. Ik ben de eerste keer heb ik meegedaan en toen was ik meteen eerste geworden. Dus ik ga volgend jaar zeker meedoen. Hoop je dat je volgend jaar weer eerste wordt? Ja, dat hoop ik wel. Ik ga het gewoon weer proberen. Okay. Hoe vaak heeft u meegelopen? Met de Merseloop? Denk een jaar of 4, 5 denk ik inmiddels. Hoe heeft u zich voorbereid? Ja, ik train 3 keer in de week bij ATV, bij atletiek. En dat doe ik al een jaar of 7, 8. Nou ja, dat is wel een hele goede voorbereiding. Ja. En vanmiddag een beetje rustig aan. Ja. Oké, okay, en daar wilt u ook mee doorgaan in de toekomst? Ja, zeker. Weet je, lopen is verslavend. En zeker bij de atletiekvereniging. Ja, dat is gewoon gezellig. Het is echt en leuk en het voelt gewoon heerlijk. En als je dan thuis komt, dan is het heerlijk om op de bank te zitten, lekker uit te rusten. Ja. Ja. Waarom doet u mee aan de Merseloop precies? Omdat het een leuke loop is. Het is kleinschalig, het is in de buurt. Er zijn veel leden van ATV die meedoen. Nou, toevallig ken ik Dave ook vanuit het werk. Alle reden om hier mee te doen. Het is altijd gezellig. Ja. Wat vindt u van de opstelling, hoe het georganiseerd is? Het is hartstikke leuk dat het rondom een kermis is. Het is een mooie plek, je kan die goed omkleden. Je kan wat drinken, er is een overdekte tent. Het parcours is gewoon mooi. Vandaag waren er wat minder toeschouwers, maar normaal is het ook echt drukker. Dus eigenlijk is het gewoon prima. Ja. Zou volgend jaar weer terugkomen? Ja, dat is geen twijfel. Ja. Hoe is de Merseloop ontstaan en waarom? Nou, ruim 8 jaar geleden. Toen ben ik naar de dorpsraad gestapt in Merslo en heb gevraagd of hun het leuk vonden om een loop te organiseren als opening van de kermis. Oké, en waarom speciaal voor de kermis? Waarom niet gewoon een willekeurige dag uit het jaar? Nou, een kermis in kleine dorpen, dat is altijd moeizaam. Het is heel belangrijk dat een kermis in een dorp blijft bestaan. En laat het een extra attractie zijn in zo'n dorp. Dat is leuk. Wat maakt de Merseloop zo uniek? Gezelligheid. Dat is eigenlijk het eerste woord dat mij opkomt. Een stukje gezelligheid. De kermis op de achtergrond. Een feesttent. Dat is eigenlijk de kracht van de Merseloop. Voor elke doelgroep lekker ontspannen lopen. Komt het volgend jaar terug en wat zou u dan beter willen zien? Dat het terugkomt, dat is een ding wat zeker is, want wij willen naar de 10. Dat is dan een streven, ook wel als sportman. Wat we beter willen zien, het parcours is dit jaar anders. Daar weten we nu al dat we daar kleine dingen in moeten veranderen, met name om te finishen. Secretariaat blijft altijd een aandachtpuntje, maar is dit jaar goed verlopen. Kleine dingetjes, denk ik.